Heeft u last van artrose? In de volksmond wordt dit ook wel slijtage genoemd. Wist u dat ongeveer 1 miljoen van de Nederlanders hier last van heeft? Bij artrose neemt de kwaliteit van de tussenwervelschijven af. Hierdoor worden de ruimtes tussen de wervels kleiner en dit kan leiden tot klachten. Naast een verminderde beweeglijkheid van de gewrichten kan de artrose ook een verhoogde spierspanning veroorzaken. Ook kunt u pijn ervaren in de nek, het hoofd of de schouders en de armen. Echter staan de hoeveelheid slijtage en pijn los van elkaar. Ook kan er bij artrose nieuwe botvorming ontstaan of een ontsteking in het gewricht. Het is mogelijk dat de botvorming tegen een zenuw aandrukt of dat de ontsteking de zenuw irriteert. Artrose is een progressieve chronische aandoening. Dit houdt in dat de klachten met de jaren zullen verergeren. Toch is het raadzaam om naar een fysiotherapeut of manueel therapeut te gaan. Deze kan u helpen de beweeglijkheid van de nek te behouden en de klacht onder controle te houden.